Vandaag wil ik het heel graag met jullie hebben over stap 3. Hoe geef je betekenis aan alles wat je hebt waargenomen, wat als prikkel bewust waargenomen is, hoe geef je daar betekenis aan? Wat speelt allemaal mee? Wanneer we het met elkaar in hebben over betekenis geven, dan hebben we dus al 2 stappen gehad, hè, in de informatieverwerking. Er zijn al heel veel prikkels waargenomen en een deel daarvan, of misschien wel allemaal, zijn ze bewust binnengekomen in je brein. Dus je weet nu dat ze er zijn. En dan komen we bij die stap dat we eraan betekenis moeten geven, zodat de prikkels ook informatie gaan worden. En niet alleen een belasting gaan vormen. En hier komen dadelijk 5 onderwerpen te staan die allemaal meedoen in het geven van betekenis. Maar we beginnen eerst maar eens bij de eerste. Context meenemen. En eigenlijk is dat best wel makkelijk uit te leggen. Dus ik neem jullie heel even mee in een tekening. Dit is de tekening. En wij vragen dan altijd aan mensen van: wat is de betekenis van dit plaatje wat hier op het bord te zien is? En dan horen wij mensen eigenlijk raden en soms een beetje verward kijken. Want het kan in de beleving van de ander heel veel zijn. Het kan een kers zijn. Het kan een computermuis zijn met een snoertje, een ouderwetse. Het kan een spermacel zijn. Het kan een ballon zijn op zijn kop. Het kan een striptekening, een rokende sigaret zijn die op de rand van een asbak ligt. Je kunt er van alles van maken. En nu ga ik de tekening verder maken. Verkeerde stift. Er komen zo wat plaatjes bij. Er komt meer context bij. En zoals kijken of meer context ook leidt tot een andere betekenis van dat eerste plaatje. Ik weet niet of jullie het zien, maar de meeste mensen die komen dan toch wel tot de conclusie dat ze aan het kijken zijn naar de tekening van een feest en dat het eerste plaatje de tekening is van een ballon. Dus hier zien we dat al die blauwe tekeningetjes die er later rondomheen kwamen heel erg meedoen in het betekenis geven van een onderdeel daarvan. Wat zegt dit nou? Dit zegt eigenlijk iets over mensen met autisme, want zij geven vaak betekenis zonder de context mee te nemen. Dus zoals we straks begonnen waren. Dus al de andere elementen, ook al zijn ze er wel, worden niet meegenomen in het geven van betekenis aan dit ene element. Dus het wordt toch zo, ondanks dat al die blauwe stukjes er wel zijn. En dit speelt met name een rol in communicatie tussen mensen. Dan heb je context nodig om de bedoelde betekenis wat gemakkelijker te pakken te krijgen. Wanneer je de context dan niet meeneemt, dan zie je dat mensen met autisme vaak moeten raden. Zij moeten raden van: wat is nou precies de bedoeling? Wat wil die ander nou van mij? Wat is nu gebruikelijk dat er gebeurt? En zij gaan met heel veel aandacht naar binnen toe, naar hun eigen hoofd, om te hopen te vinden het antwoord op de vraag: hoe moet ik reageren? En het is ook mogelijk dat mensen met autisme heel erg gaan kijken hoe andere mensen reageren. Hoe gaan andere mensen betekenis geven aan dit en hoe gaan zij daarmee om? Om op die manier een soort richting te krijgen om zichzelf aan te sturen in hun handelen. Context meenemen is vooral ook heel erg belangrijk waar het gaat om emoties. Als dat jij iemand ziet huilen, dan heb je context nodig om te weten: is die ander, is dat huilen, heeft dat te maken met verdriet? Is er iets gebeurd of geeft iets in de omgeving aanleiding om verdrietig te zijn?
Of zal die ander pijn hebben? Of is die boos? Zijn het tranen van boosheid en frustratie? Dus je hebt context nodig om wat meer te weten wat nou eigenlijk de bedoeling is. En dat vinden mensen met autisme dus heel lastig. Dus als zij vragen stellen naar de bedoeling, dan bedoelen zij ook echt wat ze vragen. Zij hebben echt dan nodig om een antwoord te krijgen. Het tweede stuk waar ik over wil vertellen bij betekenis geven is concepten. Nou, wat is nou eigenlijk een concept? Wat bedoel ik daarmee? Eigenlijk als dit een manneke is, een mens is, iedereen heeft een idee over hoe iets zou moeten zijn. Dus eigenlijk is een concept, zou je kunnen zeggen, een soort van verwachting over hoe jij denkt en verwacht dat iets gaat zijn. En we hebben allemaal concepten, bijvoorbeeld over vriendschap of over een partnerrelatie. Hè? Of over autisme. Verwachtingen over wat autisme zou zijn. En je kunt zo gek niet bedenken of we hebben wel een bepaalde verwachting over hoe dat iets zou zijn. En dat doet heel erg mee in hoe wij betekenis geven aan de dingen die er gebeuren in ons dagelijks leven. En als we nou bijvoorbeeld gaan kijken naar een concept, daarmee kan ik wel iets uitleggen. Een concept, een verwachting over bioscoopbezoek. Naar de bioscoop gaan. Voor mij is naar de bioscoop gaan uitzoeken of ik alleen ga of met wie ik ga. Afspreken wanneer dat ander kan. Een goede film uitzoeken. En dat is voor mij naar de bioscoop gaan. En als dat mijn gezelschap is opkomen dagen, we hebben het leuk gehad en de film was goed, dan was het helemaal top. Maar een tijdje geleden sprak ik iemand die had een veel gedetailleerder concept over naar de bioscoop gaan. Die had die elementen erin zitten waar ik het net over had. Zo van, gaat er een vriend mee? Ja of nee? En hoe laat? Ja, dus kunnen we goede afspraken maken daarover? Het ging over de film, dat die goed moest zijn. Maar het ging ook over wat is de goede plaats in de zaal. En het ging over dat daar zoute popcorn moest zijn. En zo had hij nog een aantal meer stukjes erin zitten in het concept. Waaraan eigenlijk toch wel moest worden voldaan om ook bioscoopbezoek aan de verwachting te laten voldoen die hij daarbij had. En hij vertelde tegen mij dat het geen goed bezoek was geweest. Het was eigenlijk niet goed gegaan. En toen vroeg ik van, goh, wat was er dan aan de hand? Viel de film zo tegen? Nee, de film was top. Maar de zoute popcorn was op geweest. En het feit dat dit stukje niet paste, niet aanwezig was, maakte dat eigenlijk zijn hele concept niet meer klopte. En dat het niet leuk was geweest voor hem om naar die film toe te gaan. Dus wat je kan zien hiermee, wat ik hiermee probeer aan te geven, zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds wil ik zeggen dat doordat die stappen in die informatieverwerking anders gaan, doordat die bijvoorbeeld meer gedetailleerd wordt waargenomen bij mensen met autisme, zitten er ook meer details in het concept. Dus de inhoud van een concept is anders. Of je kunt je voorstellen dat een concept over de maatschappij of mijn medemens, wat mag ik daarvan verwachten, dat die wordt beïnvloed door ervaringen die je hebt gehad met medemensen. Er zijn best wel veel mensen met autisme die vertellen dat ze zijn gepest. Omdat ze anders zijn, zijn ze vaker iemand die eruit wordt gevist en die op die manier soms dus wordt gepest. Als jij die ervaringen hebt, of je wordt niet zo uitgenodigd om erbij te komen in een groep, of je kunt zelf de aansluiting niet zo goed maken, dan beïnvloeden dit soort ervaringen beïnvloeden ook de inhoud van je concepten. Bijvoorbeeld dus een concept over mijn medemens.
In welke mate kan ik die wel of niet vertrouwen? He? Dus de manier van informatieverwerking, de ervaringen die je daardoor al hebt opgedaan en verschillend zijn dan die van mij, doen mee in de inhoud van het concept. Dat is nog iets anders, wat best wel een grote rol kan spelen in het dagelijks leven. De inhoud van concepten, die verandert doordat wij leren door ervaring of door studie of opvoeding. Doordat wij leren in de looptijd van ons leven, gaat er informatie in en er zal ook wel informatie uitgaan. Dus je krijgt een uitwisseling eigenlijk in zo'n concept. En dat maakt dat je kunt leren, dat je ontwikkelt. Zo'n concept is een belangrijk stukje om betekenis te kunnen geven aan alles wat er om je heen gebeurt. En als een concept open is, dan geeft hij net iets minder houvast. Dus wanneer ik verwacht in een bepaalde omgeving dat iets op een bepaalde manier gaat, dan is dat fijn. Want dan weet ik, oké, ik weet precies wat er gaat gebeuren. Ik weet hoe ik moet gaan handelen. Dus het geeft mij houvast en een soort van grip om die situatie aan te gaan, om daarin te stappen. Maar hoe meer open ik mijn concept heb gemaakt, waardoor er informatie in en uit kan, hoe minder houvast hij mij biedt. En mensen met autisme zijn, net als alle mensen, maar misschien nog meer omdat de wereld moeilijker betekenis geven is, zijn mensen met autisme op zoek naar die houvast. Dus wat je wel eens ziet, is dat die openingen in die concepten er minder zijn. Dus dit is wat meer gesloten, omdat je dan meer houvast hebt. En dat is het voordeel, dat het meer houvast biedt. Het nadeel kan zijn dat je minder flexibel bent. Je wordt soms mogelijk als meer star ervaren door je omgeving. Dat is het nadeel van dit stukje. Maar dus wel heel begrijpelijk. Dus zowel de inhoud kan anders zijn als eigenlijk de vorm. En dan bedoel ik met name de openheid van een concept. Dat wil niet zeggen dat iemand met autisme zijn concept nooit opent. Maar het kan zijn dat dat plaatsvindt onder bepaalde randvoorwaarden. Dus dat dat wel kan wanneer dat je in een rustige omgeving of gewoon bij jezelf thuis in gesprek bent met iemand die jij vertrouwt. Dat je dan wel tot uitwisseling kan komen en dat het dan wel open gaat. Hè? Dus dat het afhankelijk is van de omstandigheid waarin je bent, of dat je meer flexibel kan zijn of het wat meer dicht moet houden. Rondom het laatste stukje van de concepten wil ik nog iets toevoegen eigenlijk. Het kan zijn dat wanneer iemand zijn concept niet uitkomt, dus als de realiteit niet klopt met het concept, de verwachting wat iemand in zijn hoofd heeft, dat die ander boos wordt. Hè? Dat hij geïrriteerd raakt of een snauw geeft of zegt, ga niet meer mee, nou doe ik het niet meer. Dat is dan de buitenkant in het gedrag. Van binnen wat er gebeurt is dat diegene wiens concept niet uitkomt eigenlijk heel angstig wordt. En angstig kan natuurlijk heel veel vormen hebben. Het kan zijn dat je onzeker wordt of wat nerveus. Maar het kan ook zijn dat het een veel grotere vorm aanneemt omdat je in paniek raakt. Omdat de wereld zoals jij had bedacht dat die zou moeten zijn, niet klopt. Dus de boosheid aan de buitenkant heeft vaak een wat angstige binnenkant bij mensen. En dat is misschien wel van belang om te weten. Want in plaats van ook boos terug te reageren, zou het dan mogelijk meer helpend zijn om te zorgen voor wat meer rust en te kijken hoe je wat houvast kan bieden aan degene met autisme, die eigenlijk dus in een soort van paniek kan zijn geraakt. Ja. En ook voor mensen met autisme zelf is het natuurlijk heel erg van belang om dit voor jezelf te gaan begrijpen en uitzoeken van, hoe zit het nou eigenlijk bij mij? Speelt dit bij mij ook zo mee? En hoe kan ik mezelf helpen? Hoe kan ik mezelf geruststellen? Hoe kan ik zorgen voor veiligheid?
zonder dat daarvoor andere mensen dingen moeten doen. Dus het is wel een belangrijk stuk om bij stil te staan, denk ik. Naast de context die verschillend kan zijn en de concepten die dus anders kunnen zijn, zijn er nog twee kleinere dingetjes die verschillend kunnen zijn. En dat is dat mensen met autisme vaak heel letterlijk betekenis geven. Zij geven vaak letterlijk betekenis aan taal. En dat kan tot hele verschillende dingen leiden. Het kan zijn dat het leidt tot geweldige grappen over woordspelingen. Het kan ook zijn dat daardoor de interpretatie van taal anders gaat zijn dan hoe die is bedoeld door degene die sprak. Dus het kan ook leiden tot verwarring in taal. Hè? Maar letterlijk betekenis geven is iets wat heel erg bij mensen met autisme hoort. En een vierde ding wat heel erg hoort bij betekenis geven en autisme is dat mensen met autisme over het algemeen het gemakkelijkst betekenis kunnen geven aan een beeld, aan een plaatje. Dus zij hebben vaak eerder beelden in hun hoofd opgeslagen als informatie dan dat zij taal horen. En dus communiceren middels beelden, samen tekeningen maken, samen aan zo'n bord staan met een stift, kan heel helpend zijn om elkaar sneller of gemakkelijker te verstaan. Want als je denkt in beelden en iemand spreekt tegen jou in geluid en in woorden, dan moet je intern een vertaling maken. Je moet de tekst, de taal vertalen naar een beeld. En vervolgens omgekeerd. Dan moet je je eigen beeld weer vertalen in gesproken woorden naar de ander. En dat kan ook heel goed gaan, maar het kost ook tijd. En hoe dichter je bij je eigen taal zit, hoe gemakkelijker je uitspreekt en hoe duidelijker je kan zijn. Nadat we ook even stil hebben gestaan bij letterlijk betekenis geven en denken in beelden, wil ik naar het laatste stukje wat hoort bij de stap betekenis geven. En dat betreft het geheugen. In het geheugen ligt alles wat wij hebben ervaren, geleerd, ligt daar opgeslagen. Ook onze concepten, die zijn daar ook opgeslagen. En wanneer dat wij het in de psycho-educatiecursus hebben over het geheugen, dan vragen wij altijd of mensen zich willen verbeelden dat hun geheugen een soort van kasten zijn zoals we die hebben in de apotheek. Nee, dus tekenen we vaak dit, zo een kast met heel veel lades, met op alle lades een etiket waarop staat wat er dan in zit. En wat we dan weten van mensen met autisme in het algemeen, is dat zij vaak heel veel laadjes hebben om alles ook heel erg gedetailleerd op te slaan. En we hadden straks bijvoorbeeld ook een concept over een feestje. Want al die artikelen, ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren, die vlag en die taart en een slinger en een glas wijn. En als ik opruim in mijn kast, zeg maar, dan stop ik vaak al die dingen bij elkaar met op het etiketje het woord van feest. En wanneer we aan mensen met autisme vragen, hoe zou je nou die spullen letterlijk opruimen, omdat het ook vaak hetzelfde is als hoe het figuurlijk wordt opgeruimd, dan groeperen zij daar toch vaak anders. Zij gaan vaak meerdere kastjes gebruiken om elementen op te slaan. Dus zij slaan bijvoorbeeld hier de slinger op en de vlag in één la. En in een andere la kwam het glas bij, soms bij bekers of andere spullen waar je uit kan drinken. En stel dat de taart die we hadden in de tekening, zo'n plastic taart, dus die wordt gebruikt op een school, dan kwam die taart mogelijk hier bij allemaal lekkere zoete dingetjes. Dus zij slaan meer op verschillende manieren op. En om dan toch alles weer bij elkaar te krijgen, moet je verbindingen hebben tussen al die laadjes om alles weer bij elkaar te krijgen.
En die verbindingen die dan worden gelegd eigenlijk tussen al die laadjes in die kast, die zorgt ervoor dat mensen met autisme geweldig goed zijn in associatief denken. Dus iets wordt aangeraakt, wordt overgesproken en dan heel snel schieten er ook andere laadjes met informatie open waaraan dan wordt gedacht. En dit maakt dat mensen met autisme soms heel creatief kunnen zijn, letterlijk ook creatief ook in hun handelen, maar mogelijk vooral creatief in hun denken. Dus het kan zijn dat mensen met autisme de mensen zijn die in een vergadering met een heel ander idee komen dan de rest. Op een manier waar de ander nog niet aan heeft gedacht. En dat kan hiermee te maken hebben met de manier waarop informatie wordt opgeslagen. En verbonden is aan elkaar. Het is ook mogelijk dat de etiketten op die kasten van een hele andere orde zijn. Dus niet zozeer functioneel, maar bijvoorbeeld een etiket geschreven op basis van een zintuiglijke waarneming. Dus je kunt je voorstellen als dat je heel erg gevoelig gehoor hebt, dat je in één kast die ervaringen of kennis stopt die te maken hebben met een bepaald geluid. Of die qua beeld hetzelfde eruit zien. Dus qua vorm, eenzelfde vorm hebben en daarom bij elkaar worden opgeslagen. Dus je krijgt een andere ordening van kennis en informatie dan iemand die geen autisme heeft. Soms zeggen mensen met autisme ook wel eens van in het plaatje van de kast van het lijkt wel of in mijn la geen achterkant zit. Want soms dan weet ik dat ik iets weet en dat ik het heb opgeborgen, maar ik kan het niet meer terugvinden. Alsof dat de spullen meteen aan de achterkant weer uit de kast zijn gevallen. Of alsof er iemand is geweest die de kaartjes heeft verwisseld op de voorkant van van de kast. Deze meer gedetailleerde manier van opslaan staat haaks op een andere manier die mensen met autisme soms ook wel eens benoemen. En wij hebben het, als dit de apotheekkast is, hebben wij het genoemd het dressoir. Dus het dressoir, zo met de pootjes. Hier kan ook informatie worden opgeslagen. En aan de ene kant van het dressoir komt alles wat positief is, wit, goed. Aan de andere kant komt alles wat negatief is, zwart of fout. En in deze kast zitten vaak de ervaringen of de kennis die te maken hebben met elementen uit het leven die lastig zijn. Dus soms zie je dat in deze kast mensen komen of emoties komen, omdat die moeilijk zijn voor mensen met autisme. En iets dan wegstoppen in een zwart-wit kast geeft meteen weer een heel stuk helderheid. Het is goed of het is fout. Niks, geen grijs of gedetailleerd kijken zoals hier, maar heel duidelijk goed of fout, zwart of wit. Dus het helpt weer bij het krijgen van houvast en duidelijkheid en het helpt je weer om jezelf aan te sturen in het functioneren in het dagelijks leven. Dat is het voordeel. Het nadeel van kennis in een, of ervaring in een zwart-wit kast is dat het rondom mensen en emoties zelden zo heel zwart-wit is. En dan kan je wel eens in de knel komen. Stel dat je bijvoorbeeld contact hebt met iemand waarvan een aantal dingen heel leuk waren en een aantal dingen ook helemaal niet. Waar moet je die mens dan plaatsen? Komt hij nou aan deze kant van de kast of komt hij nou aan die kant van de kast? He, dus dan heb je een probleem en dan kan het betekenen dat die persoon of de ervaringen die je met die persoon had, dat die eigenlijk heel actief blijft in je hoofd. Dus dat die zorgt voor een interne overprikkeling, een interne last, omdat je die ervaring niet op kan ruimen in je kast. Je kunt hem niet kwijt. He, en best veel mensen met autisme hebben het over dat zij redelijk wat open eindes hebben. Open eindjes zijn ervaringen die je nog niet helemaal de betekenis hebt kunnen geven op een manier dat je het ook weer op kan ruimen in je geheugen en los kan laten. Omdat je weet,
daar ligt het, daar is het opgeslagen en daar kan ik altijd weer naar terug. Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Wat ik ook nog wel even wil noemen is dat ook het hebben van een beeld van jezelf, een zelfbeeld, eigenlijk een soort van concept is. Hè? Een verwachting over een plaatje van hoe dat jij bent. En ook over jezelf, je eigen beeld, kun je in een zwart-wit kast stoppen. Je ziet dat mensen ook nog wel eens doen. Wanneer dat je zelf wat anders bent dan je had verwacht, of graag zou hebben gewild, en je gaat daar wat negatieve kleuring aan geven, en je hebt deze kast waar je mensen in stopt, dan kan het zijn dat je ook jezelf wat aan de negatieve kant van die kast stopt. En dat is best wel lastig, dat is een uitdaging. Want het is niet altijd even gemakkelijk om iets wat in de negatieve kant zit, om dat hier uit te krijgen. En om daar meer verfijnd, meer grijs naar te kijken. Of om die aan de goede kant erin te krijgen. Dus dat is altijd wel goed om bij stil te staan en na te gaan. Of het helemaal klopt. Waar dat je jezelf hebt neergezet. Ja. Ik denk even tot zover waar het gaat om betekenis geven. En misschien als allerlaatste opmerking. Ga er nooit van uit dat de manier waarop jij betekenis geeft, dat een ander het ook op die manier doet. We doen het allemaal anders. Dus blijf nieuwsgierig en blijf vragen stellen aan elkaar.